Welkom in Drachten. Dit weekend zenden we uit de dressuur live vanuit Drachten. Volgend weekend 2 sterren springen. En op zaterdag de finale van de VSN Cup vanuit de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Zaterdag 5 januari 2013 vond de 26e finale van de VSN Trofee plaats. Na 6 voorselecties, waaraan bijna 300 paarden deelnamen, plaatste de beste zich voor de finale, die gehouden werd bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. De dressuurpaarden werden gejureerd door Laurens van Lieren en Emily Scholtens. Over het algemeen hebben we een leuke groep dressuurpaarden gehad. Ik denk dat de kopgroep zeker echt fijne dressuurpaarden waren. En eigenlijk over het algemeen was het sowieso leuk om te jureren. Ja, je hebt hier vanmorgen de paarden gejureerd in de VSN-finale. Hoe belangrijk vind je dit initiatief? Nou, het is natuurlijk een van de vroegste momenten om jonge paarden te scouten. En ik denk dat het heel leuk is en ook voor meerdere mensen heel interessant om op zo'n jonge leeftijd te kijken wat de beste paarden voor de toekomst zijn. En ik denk dat we vandaag echt een hele sterke groep gezien hebben met een hele uitgesproken kopgroep. Na het overrijden van de beste 5 plaatste zij Atomic aan kop. Atomic werd geboren als Empire bij Enkeep de Nieuwaal en is een eigendom van J.M. van Uitert te Heerewaarde en E. Racing te Winterswijk. Tweede werd Lumen Express en derde Etosha. De middag was voor de springpaarden. Pieter Kersten en Wout-Jan van der Schans jureerden de jonge talenten. Ik vind in de topgroep dat we een hoge kwaliteit hadden aan paarden met zeer goede reflexen. Paarden met een goed lichaamsgebruik, zeer goede instelling, paarden die bloed hebben. Paarden die we in de toekomst nodig hebben voor de topsport. Ja, wat vond u van de algemene kwaliteit vandaag? Nou, die was vrij hoog. Zeker de top 5 vonden we met het bekijken en al dat hij er duidelijk bij over uitstak. En die bevestiging kreeg ik eigenlijk met het rijden nog weer. Na overrijden plaatsen zij Elita aan kop. Elita is geboren bij A.J. van Santen te Culemborg, die samen met S. Pompen eigenaar is. Tweede werd Especially For You en derde Annette. Het was een mooie finale van de VSN Trofee. Al 26 jaar het evenement waar jonge dressuur- en springtalenten hun eerste stappen op het podium van de paardensport zetten.